Hallo allemaal, superleuk dat je weer naar deze studiovlog gaat kijken. Dit keer laat ik je een klein stukje zien hoe ik me voorbereid voor een nieuwe cursus en dit keer mixed media canvas maken. En ondertussen ga ik lekker gewoon met Jack knuffelen. Toedeledokie. Ga je ook nog in de camera kijken of niet? Oeh, ze moeten wel heel barstig. Hallo? Dat is ook niet beleefd, hè? Hallo, Jack. Wauw, wil hij altijd kusjes geven. Mag ik niet meer knuffelen? Eventjes. Klein beetje. Klein beetje niet. Oké. Doei. Hallo. Hier ben ik weer eens een keer. Met een stukje. Een vlog. Ondertussen legt onze nieuwe aanwinst onder mijn bureau te slapen. Het is Loki. Oh ja, hallo allemaal. En wat ben ik aan het doen? Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, zeg maar. Ik ben bezig met een nieuwe cursus en ik had een polletje gedaan in mijn eigen Facebookgroep. En daar kwam het echt met overduidelijke meerderheid uit Jellyplate. Maar dat wordt een wat grotere cursus, omdat ik er zelf eigenlijk veel te weinig vanaf weet. En nu wil ik zo graag iets maken waarvan ik de materialen al heel lang klaar heb liggen. En dat is dit canvas. En er staat op, want heb je een spiegelbeeld of niet? Ah, I don't know. Don't you dare give up. En mixed media blijft toch wel een beetje mijn dingetje. En ik heb zo'n behoefte om met stofjes te werken en lekker mijn handen vies te maken. Dus daar ga ik nu lekker mee aan de slag. En ik hoop je deze week wat meer daarvan te laten zien. Nou, dag! En tussendoor, ze kwam ik aan. En tussendoor knuffelen we gewoon ook nog steeds met Jack. Hè. Jack blijft toch de beste studio buddy die er is, hè? Joh, hé. Nog wat zeggen tegen de kijkbuiskindjes? Niks zeggen? Nee, klaar mee. Dat komt omdat dat kleine aapje zien liggen. Oh, is een donderaapje. Is het donderaapje, hè? Had je niet om gevraagd, hè? Nee. Oh, dat was jou. En nog iets heel erg leuks. Heel erg leuks. Een beetje raar Nederlands. Wat heb ik vandaag gedaan? Ik heb vandaag definitief akkoord gegeven op ons boek. De gedichtenbundel die ik samen met Marga uitgeef. Dichterbij heet die. Ik moest helemaal over nadenken. En echt mensen, ik heb zo hard gewerkt. Ik ga even kijken of ik dit zo op deze manier kan laten zien. Zie je deze stapels? Dat zijn dus gewoon bijna 100 illustraties voor het boek. Ga je straks allemaal nog veel meer van zien, maar ik wou het toch nog even zeggen. Misschien dat ik straks zo'n klein beetje erin blader als dat lukt. Doei! Wie is dat? Jackie. Goedemorgen. Hallo.
Goedemorgen. Hij staat niet helemaal scherp, geloof ik. Sorry, mensen. Ik wou zeggen, ik zit heel onhandig te doen. En dat doe ik nog onhandiger. Het is dinsdagochtend. En gistermiddag ben ik heerlijk bezig geweest met het maken van de kit voor de nieuwe Mixed Media Class. Met Jackie. Ja, je hebt lekker veel buiten gespeeld, hè, gisteren. Ja. Jack wil altijd knuffelen in de ochtend. Ik ga zo naar de zaak. Moet ook gebeuren. En dan ga ik vanmiddag verder met het... ik denk dat ik al kan gaan beginnen met filmen van de Mixed Media Canvas. Huh? Hey. Oh ja, en deze. Oh, die vind ik zo leuk. Kijk nou. Die heb ik gisteren gekocht. Of gisteren, zaterdag. Wat leuk, hè? Bij Flying Tiger. En had ik dus bedacht dat het leuk is om een reel te maken. En dan mijn cute sleutelhangers, mijn charms, die gaan dan zo flop flop één voor één in het karretje. Dat is mijn idee. En ik heb nu een veel te zware camera vast, Jack. Dus ik krijg een zeer arm. Zeg maar dag allemaal. We gaan even wat doen. Doei! Het heerlijk gewoon, want het is echt perfect mijn weer, weet je. Van dat een beetje frisse, koude herfst, winterachtige weer, dat eigenlijk net een beetje te koud is om te wandelen. Maar daarna ben ik weer helemaal verfrist en dan kan ik weer fris verder met de dingen waar ik mee bezig ben. Ik ben dus bezig met die Mixed Media Canvas class eigenlijk, hè, van de Uil. Dan ga ik zo meteen, ik weet niet of ik nu nog, want het wordt natuurlijk alweer donker, het is 3:50, of ik nog tijd heb om dat te gaan filmen. En het allerleukste nieuws kwam vandaag binnen. Dat de bestanden naar de drukker zijn van ons boek dichterbij. En als ik zeg ons, bedoel ik Marga. Van Marga maakt gezinnen gelukkiger en ik. En hier heb ik het afgelopen half jaar zo hard, kan ik het zo een beetje laten zien, zo hard aangewerkt. Al deze illustraties. Oh, het was echt een monster project, maar echt zo gaaf om te doen. En kan echt niet wachten tot ik hem in mijn handen heb. En het was zo, bij de eerste 50 sets krijg je een setje kaarten bij cadeau. Op het moment dat ik dit film heb ik er nog een paar. Dus er staat vast een linkje in mijn omschrijving. Superleuk als je het boek wil kopen. Het is echt een tof cadeautje om aan iemand cadeau te doen. Het is gedichten voor een gelukkiger gezin. Maar eigenlijk is het ook gewoon voor jezelf, het kleine meisje in jou. Of jongetje, maar ik ga van meisjes uit die mij volgen. De moeder of de tante of de oma of de, nou ja, hè, noem maar op, in jou. Een vriendin kan ook trouwens. Hey Jackie! Kijk nou wie aan komt lopen. Hi! Kom je even op beeld. Hallo allemaal. Daar. Ja. Oh, wat is er? Ben je niet blij? Jackie wil eigenlijk even naar buiten. Hij heeft net een hapje gegeten. En Jackie moet nog ook. Ja, kan je ietsjes verder lopen? Ja, dankjewel. Oh, hij ziet een vogeltje, denk ik. Of hij ziet een andere kat. We hebben natuurlijk Loki ook, onze nieuwe kitten. Dus dat gaat nog wel redelijk. Maar
af en toe denkt, Jack, kan je even een eentje opdonderen? Maar goed, ik ben dus net terug van mijn wandeling. En ik ga nu verder met het samenstellen van de kits. Om te kijken welke materialen ga ik echt zelf gebruiken. Zodat ik dat natuurlijk ook in de kit kan doen. En daarnaast heb ik altijd materialen die je nog daarnaast nodig hebt. Zoals verf en lijm en dat soort dingetjes. Oké, nou tot snel weer. Bye! Zit ook lekker. Goedemorgen deze morgen. Het is woensdagochtend en ik heb zo'n zin in vandaag. Want vandaag ga ik mijn video opnemen voor de Mixed Media Canvas. Gisteren heb ik de laatste materialen een beetje uitgezocht en gedaan. Dus kan ik vandaag lekker beginnen. En kijk nou wie daar buiten zit. Zo. Jackie. Gaat steeds beter met Jack en Loki. Voor degene die ons volgen daarvoor. Meestal deel ik wel op Instagram. Gisteravond lag Loki tegen Jack aan. Bij mij op schoot. Nou, super cute natuurlijk. Ik ga nou lekker mijn ontbijtje eten. En het is nog vroeg. Ik weet ook niet waarom ik zo zag praten. Omdat er nog twee op bed liggen. Ik heb altijd twee laatslapers. Ruben is al naar school. En het is nu bijna 8:00. Dus ik ga lekker mijn ontbijtje eten en dan ga ik gewoon gelijk aan de slag. Bedenk me alleen nu, het is nog een beetje donker buiten, dus dan moet ik weer die studiolampen tevoorschijn gaan halen. Maar wat moet, dat moet. Oké, tot zo. Doei! En kijk, zo ziet dus een gelukkig mens eruit. Ik heb net het klein stukje videootje opgenomen over de materialen die ik ga gebruiken in de canvas. De uil canvas, deze. Deze gaan we maken. Dat is al een oudje hoor, die heb ik al een hele tijd geleden gemaakt. Maar mixed media blijft toch ook echt naast waterverf mijn lievelingsding om mee te werken. Omdat het allemaal niet perfect hoeft. Het hoeft allemaal niet te kloppen. Je kan lekker een beetje aanrommelen. Heerlijk vind ik dat. Dus ik heb net... een videootje opgenomen. En ik ben er helemaal klaar voor. Ik ga nu de canvas maken en opnemen. En die, als deze vlog live komt, is de klas er dan al? Weet ik eigenlijk niet. Ga maar kijken op mijn website. Misschien is die er wel. En kijk hoe cute. Natuurlijk ben ik niet alleen in mijn studio. Oh, Jackie. Helemaal verstopt onder zijn dekentje. Je zit helemaal verstopt gewoon. Snap ik wel hoor. Straks komt dat kleine ratje weer. Kleine Loki, onze nieuwe kitten. En die is een beetje te druk voor Jack. Dan is Jack opeens een oude man. Maar ik ga lekker aan de slag. Doedeloki. En zoals veel van jullie al weten, ik heb diabetes. Dus ik moet even kalibreren. Dus dat betekent eventjes een vingerprikje. Om te kijken hoe mijn waarde is. En op zich gaat dat allemaal via mijn continu glucosemotor. En die communiceert zelfs met mijn pomp. I'm a lucky one. Dus een klein drupje bloed. En dan gaan we even kijken wat het doet. En dan zeg ik tegen mijn pomp of die wel of niet goed zit. 5,8. Nou, dat is voor de diabetici onder ons. Hele mooie waarde. En dan ga ik nu eventjes in mijn insulinepompje. Ta-ta-ta-ta. Ga ik hem even invoeren. Oh, hij zei dat ik op 6,8 zit. Dat is niet waar, hè? Niet liegen, hè, pompie. Dat klopt niet. Nee, ik zit gewoon in het punt lager. Dat is best wel een groot verschil eigenlijk. Maar goed, vooruit. Ik heb hem ingegeven. Hoppatee. Dus dan ruim ik dit weer op. En dan ga ik aan de slag met mijn video. Doei! Thank you.
jongens. Ik was dus bezig met kit samenstellen. Maar toen dacht ik, ik kan prima even scherp stellen. Kijk, op de sterretjes gaan liggen. Hoe ga ik dat hier nou uitpulken, Jackie? Nou, lekker dan. Dus, zo gaan die dingen. Oh, sorry mensen. Zo gaan die dingen. Dat zou ik zeggen. Zo gaan die dingen. Zo. En midden in het creëren van de cursus ga ik toch even lekker wandelen. En ik zie echt wallen van hier tot Tokio. Geef de schuld maar even aan Loki. En anyway, lekker even een stukje wandelen. Uurtje eruit. Goedemorgen. Het is donderdag, het is de 11e van de 11e zeker, ja, 11 november. En ik zit in mijn studio en ik heb gisteren heerlijk mijn nieuwe online klas van de Mixed Media Canvas afgemaakt. Die wil ik vandaag eigenlijk al wel gaan editen. Ik heb gisteren twee superleuke bestellingen binnengekregen. Wel heel toevallig, een man die voor zijn vrouw een online klas cadeau doet en een vrouw die voor haar vriendin een online klas cadeau doet. En allebei heb ik ze laten weten van, goh, zal ik een leuk kaartje maken? En dan stuur ik die op. Nou, waren ze allebei super blij mee. Dus ik dacht, nou, zo toevallig op één dag twee keer cadeautjes. En verder vandaag, ik ga zo meteen een nieuwe podcast opnemen. Dus ik ben wel druk bezig met editen. En die podcast opnemen. En die moet ik natuurlijk ook nog weer editen. En ik heb nog wel wat anders. Volgens mij ook in mijn boelenschoenen staan. Kijk, het is een beetje volle bak. Maar dat is alleen maar heel fijn, want ik ben super blij in mijn studio te werken. Oh, en dat zou ik eigenlijk wel even laten zien. Staat het eigenlijk nog? Nou, ik heb het volgens mij opgehaald. Ik heb gisteren echt een hele leuke reel gemaakt. Vond ik zelf. Even kijken. Wat staat hier nog? Zo even met mijn volle lichaam in beeld. Kijk, hoe vind je nou dit schattige winkelwagentje? En had ik dus met die Blijdpop. Weet je wat dat is? Dat is zo'n pop. Ik gooi het ook een keer. Dat waren een paar haaknaalden. Kijk, hoe cute is zij. En had ik haar zo aan het winkelwagentje. En dan via stopmotion elke keer een sleutelhangertje erin. Ja. Dat ga ik zo meteen doen. Nou, helemaal super leuk toch? Dus die reel had ik gemaakt. En uiteraard dacht ik natuurlijk dat ik heel veel reacties erop zou krijgen. En heel veel likes en zo. Maar valt wel een beetje tegen. Dus ik heb me ook een beetje laten leiden door. Oeh, wat gaan ze ervan vinden? Oh, ik vind hem allemaal zo fantastisch. En dan daarna crickets. Denk je ook. Oh, al die moeite. Maar goed, het ging omdat ik zelf veel plezier heb gehad in het maken van dat ding. Anyway, dit wordt toch weer een veel te lang verhaal. Ik ga lekker aan de slag. Tussendoor zal ik nog wel even filmen. Toedeledokie.
Test, test. Test, test. Goedemorgen, goedemiddag of goedenavond, misschien zelfs wel goedenacht. Wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Refli en de Loslaatclub. Vandaag wil ik het eens met je hebben over hoe je nu toch tijd maakt om creatief te zijn. Wat is dat, Loki? Wat is dat allemaal? Heb je nou weer je tongetje eruit? Loki. Dan zeg maar ik het interessantere ding. Ja, ha. Lekker slopen hier. Oeh. Wat kan je allemaal verslopen hier? En nou braaf zitten. Daar zit daar iets in. Jullie snappen dat ik niet zoveel gedaan krijg. Oh, dat was niet helemaal de bedoeling, Loki. Kom er eens uit. Oh, hello. Wat ben jij aan het doen? Hé, wat is dat?